Ik denk nu al dat deze toon. Oh my god. Oké. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. Welkom bij Kapsalon Verwinkel. Ja, precies. We zitten in quarantaine. We zitten midden in de coronacrisis. En op aanraden van premier Rutte. Lockdown. Is het eigenlijk geadviseerd om niet meer naar de kapper te gaan? En om het zelf thuis te doen? Sterker nog, kapsalons zijn dicht. Nu zijn de kapsalons ook nog eens dicht. Ja. Dus ja, en, wij willen eigenlijk laten weten wat er nou gebeurt als je het thuis zelf doet. Ja. Ja. Dus we hebben een Philips tondeuze gekocht bij de blokker. 3 tientjes, ben benieuwd. Hij kan ook voor je baard gebruikt worden om te trimmen. En dat is nog niet nodig, want ik heb een heel leuk brown toestel gekregen van René 2 jaar geleden. Maar zoals je ziet, de opscheer is lang geleden. En ja, ik kan er gewoon niks meer mee. En ook omdat het wat dunner begint te worden, is het gewoon ja, is het niet handig als het wat langer is. Dus ik wil het graag wat korter. Ja, dus nou, René van Ginkel die gaat in orde maken. Dus mevrouw, ik wil graag aan de zijkanten en achter ook gewoon een opscheer. Ja. Boven ja, mag wat, wat korter. En ja, je hoeft verder niet uit te dunnen, want dat heeft de natuur al gedaan. Ja, ik heb het dus echt nog never nooit van mijn leven gedaan, hè. Dus ik pak er een tutorial bij en ik ga mijn best doen, maar ik heb er een hard hoofd in. En ik ben al een beetje bang voor het eindresultaat. Ik heb alle vertrouwen in je. Ja, YouTube is tegenwoordig je beste vriend. Je kan er alles op vinden, van recepten tot tutorials over zweetvoeten, maar ook kapsels en het maken van kapsels. Hoe gaat hij eraf? Ja, hoe gaat hij eraf? Hoe gaat hij erop? You can do it, baby. Ik heb er geen idee. Zoals dat lukt me al niet. Helemaal maximaal zetten, dan kun je maar afschuiven. Dan gaat er dus het andere opzetstukje erop. Zo. Voor de haren. Zo. Nee, andersom. Dit is dan de kleinste en... Maar zij hebben dus wel een heel ander apparaat. Ja. Kijk, dat willen we, maar dat gaan we niet worden, hè? Dus inderdaad, 2 centimeter. 2 centimeter. Vanwege de lange tijd. Ja, dus ik moet ook even je haren in de... Dat gaan we als eerste doen. Kom, ik ga je haren eventjes vastmaken. Nou, ik heb hier een doos vol met spulletjes en ik zag net dat we dus zijn haren even vast moeten zetten. Dus, nou, daar heb ik nog wel een paar haartjes voor. Leef je uit. Oké. Okay. Oh, ik heb ook nog zwart. Leuk. Maak er een feestje van, poepie. Zo. Oh. Nou, dat is mooi hoor. Dat is mooi. Fase 2. Oké, de eerste aanzet. Ja, ik heb echt werkelijk geen idee. Dus ik begin maar een beetje hoog, 9, 11 of zo. En dan zie ik wel wat er gebeurt. Iets met 2 centimeter, 2 vingers, zo. En dan op het glas. Ja, dan een glas bier. 2 vingers schuin. Oké, oh. Ik denk nu al dat deze toon. Oh my god! Oké! Ik had misschien beter een laag. Ja, want daar moet toch alles af. Goed verhaal. Kan ik beter laag? Ik begin wel even laag. Dit gaat sowieso helemaal kaal. Dan moet die kop eraf. Ja. Oké, ik doe maar wat, hè? Nee, maar het loopt toch hier dan zo af? Oké. Ben je al bijna klaar? Wat zie ik zo uit doen? Volgens mij is mijn volgorde niet helemaal. Oh, poepie. Voor mijn gevoel ben je echt gewoon een kunstwerk aan het maken of zo. Ik voel jij zo. Dip. Ja, maar dat ben ik ook.
gaat Jesse. Jesse, kijk. Ik kan een hartje op je hoofd maken, denk ik. Het is ook gewoon, je zet hem erop en half je haar is weg. Ja, dat is ook natuurlijk lang nu. Voor mijn idee ben je aan het schrijven. Welkom in de Tatties. Leuk dat je kijkt naar een nieuw video. Oké. Okay. Oh, dit is slecht. Je bent zo pop. Ja, oké. Okay. Dit is een beetje aan het uitlopen van echt oprechte gat. Ja, nou ja. Het is gewoon echt alsof die... Ja, 1-3 is blijkbaar gewoon bijna zonder koppie. Kijk, en nou heb ik dus gewoon hier een gat. En daarboven ook weer. Een gat? Nee, niet een gat, maar... Dit is echt niet mijn talent. Nee, het voelt ook niet zoals een normale kapper. Oh. Te stappen onderneemt. Poepie. Wat moet ik nou doen? Wat ik ook kan doen, is gewoon alles eraf. Tot boven, dat je alleen maar boven hebt. Ja, gewoon echt tot hierboven doe je. Ja. Ja, doe maar. Ik heb het al een keer eerder gehad, en dan krijg ik echt zo'n ananas hoofd. Dus... Ik wil wel korting, maar dit duurt wel heel lang. Hallo! Ik doe mijn best, hè, voor jou. Hier. Maar ik vind nog steeds gek dat jij hier een soort van lichte vlek hebt. Er komt er een pluk haar onder, zeg maar. Dat is wel een beetje gaaf. Dus nou weet ik niet of ik hem tot daar nog op moet trekken. Misschien wel. Dan heb je echt tot hier geen haar. Als ze doorgaat, heb ik dan toch echt alles gehad. Dat is spijt. Nee hoor. Ik vond sowieso dat ze op die tutorial echt hoog opscholen, zeg maar. Dus dat het toch gewoon kerst is. Maar dat is normaal blijkbaar. Dus. Maar als jij binnenkomt, moet ik ook altijd even wennen als je naar de kapper bent geweest. Ja, nee, dit is zeker even wennen. Oké. Okay. Oh, wat? Ja, je doet ineens zo heel vachtig. Ja, ik vind het echt heel raar. Aan de zijkant denk ik, ja, dit is best oké. Ja. Weet je, dat is oké, maar de achterkant... Het achterdenkje van die jongen is gewoon echt hartstikke ziek. Ja, nou, minder verschrikkelijk dan ik dacht, laat ik zo zeggen. Tot hier? Ja? Nee, het is gewoon, je moet nu gewoon al je haar naar voren doen. Ja, nee. Ja, maar... Oh. Dat is een mooi zichtje. Nee, maar dat is goed, want dan heb je, lijkt het alsof je nog wat hebt. Alleen je hebt hier wel een gekke pluk en zo. Ja. Dankjewel. Ik wil natuurlijk niet meer leven. Maar nee, op zich, dit valt wel mee. Alleen, ja, dit is volgens mij veel te hoog. Dit kan mee. En ik zie gewoon nog, ja, ik zie gewoon nog een vlek. Dus ik geef het. Ik ga me er niet meer aan wagen om de rest eraf te knippen en zo. Ik ga het gewoon proberen. Dit is alleen maar een beetje. Ja, zo. Nee. Zo, doe maar niet eens zo.
kapper zijn er fucking van. Ja, beter dan dit wordt niet, denk ik. Nou, ik zit erop. Ja. Ja, ja, ik ga erin. Ik ben er in Nederland. Ja, natuurlijk maar high five. Ik ben onwijs blij dat jij deze skills ook gewoon bezit. Nou, ja. Bah, kan me danken. Maar goed, het is minder erg dan ik had gedacht. Het is totdat de corona-crisis voorbij is. Dus alle kapsels, hopelijk gaan jullie snel weer open. Vond je dit nou een toffe video en denk je van ik ga zelf ook proberen mijn vriend of vriendin te knippen? Laat het ons weten, we zijn hartstikke blij met jullie video's. En een duimpje omhoog. Duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten, zodat je alle video's meekrijgt die wij uploaden. En dan zeggen we tot de volgende keer. Ciao.